Bro, Fakka Jeans, leuk dat je alweer kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Dikke Jonker Donderdag. Gouden plaat, vandaag ben ik in... Even rondje. Groningen! Gefeliciteerd, de medley. Het is fucking koud, dus ik ga deze gewoon overhandigen. Ze weten niet dat ik kom. Dus kom mee, zo. Ik vind het ook wel echt erg dat ik hem ga weggeven. Ik kan hem ook thuis ophangen. Kom. Mag ik van je naar binnen? Ja? Ik kom naar binnen. Daddy Jonko, ja iedereen wordt high. Ook al speesje draai nog één en meet me in de sky. Daddy Jonko, ja iedereen wordt high. Ook al speesje draai nog één en meet me in de sky. Heb je de buitenkant ook gezien? Die boord. Ik zeg je eerlijk man, ik dacht ik ben aan het blowen, maar dit is gewoon... Hé, wie heeft dit in de Belmer was, die shit was genakt. Die shit was gestolen bro. De zaak is helemaal veranderd. Oh. Kom, ik neem jullie even mee. Dit is gewoon een browser. Ik kan gewoon op Google. Bro. Weet je wat ik ga zoeken? Weet je wat ik ga zoeken? Ik zoek gewoon wat. Er is dus gewoon een andere jongen die heet Sidney Smelt en hij is voetballer. Dit is heel raar, zwa. De vorige keer waren we fucking stoned, zwa. Echt waar. Ja, G. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga eventjes deze even wegzetten en dan kom ik zo terug. Tot zo. Ja. Met mij gaat het goed, zwa. Ik heb vandaag een cadeautje voor jullie. Ik heb een gouden plaat. Mag ik die aan jullie geven? Ja, mag ik die aan jullie geven? Jullie verstaan Nederlands, toch? Oh shit man, ik praat helemaal. Ik zie ook geen ondertiteling of zo bij je bro. I don't know if you were speaking or singing there. Yeah, exactly. That sounded poetic to me. Zie jullie zo terug, man. Het is echt veranderd sinds dat ik hier weer was, hè? Volgens mij was ik er in maart. Ja, ergens in maart. 8 maart, kijk daar, hij weet precies. En gangsters, hier is allemaal nu gewoon merchandise, bro. Ja man, maar we zijn ook een legale systeem begonnen. Alleen maar legale wiet, hè. En als je het ziet, geen achterdeur wiet meer. Alleen legale wiet. Ik ben echt benieuwd naar deze. Ja, man. Oh, joh, het zit gewoon in een potje, bro. Oh, joh. Dit is legaal, bro. Oké, ik ga dit even draaien, man. Ja, man. Stop met filmen, man. Ik ga dit even draaien. Bam! Oké, gangsters. Ik heb wat jointjes gedraaid. Dit is allemaal legale wiet. Geen achterdeur dingen meer, zwa. En je ziet, mijn trui is ook heel groot. Het lijkt alsof ik in een outfit van Kanye West zit, bro. Don't kill me. Oh, make me stronger. Oh, boys, maar can I have a klein beetje ruimte like voor om te filmen? Even voor de. Sorry, boys, sorry. Oké, check dit, G. Kijk hier, en ik zeg je eerlijk, dit is ook voor het eerst dat ik dit gewoon zie. Hè? Allemaal legale wieri. Rood, maar wie is rood? Vita. Oké, en dan hebben we hier. Oh, die witte zijn van aardachtig of zo. Limoncholo, zwa. Limoncholo. Papi chulo. Limoncholo. Kijk hier, kijk deze. Maar dan kijk welke het overlapt. Bam! Oh man, kijk die edibles ook, bro. Damn man, G. Zoveel jonkers heb ik eigenlijk nog nooit in mijn mond gehad. Niet tegelijk. Nee man. Ja? Het is een pokoe van Kanye. Waar? Hier. Is dit een pokoe van Kanye? Ja. Ga even luisteren. Hey, jawel. Ja, Kanye kill. Check mijn outfit, net als Kanye. Hey, stop man. Ga nou al aan gaan tellen. Ik ga roken. Ik ben vandaag gewoon hier zo. Ik ben in de medley. Hoe heet je eigenlijk? Matteo. Matteo, shout-out naar jou. Ik dacht dat je Turks was, bro. Ja, dat hoor ik wel vaker, man. Soms hoor ik ook Marokkaan, maar is niet zo. Klopt, man. Maar het is wel gek dan als mensen je eigenlijk als Turk zien, maar je bent eigenlijk Colombiaan. Ja. Want je wil ze beroven, maar eigenlijk wil je ze vermoorden. Multicultureel, bro. Multicultureel.
sorry, slechte grap, bro. Het is een hele slechte grap. Bro, die ene dat je toen ging bij die... Met die waterpark en zo. Ja, die vlog was staan toen grappig. Waterpark, oh, die duinrail. Ja. Hey, fuck dat, man. Nooit meer ga ik dat doen, man. Nooit meer. Echt, man. Hé, hey, maar waar ben jij dan? Ik kom oorspronkelijk uit Colombia. Maar... Nee, ik hoor het. Aan jou hoor ik zeker, bro. Ja, maar ik ben daar wel geboren en opgegroeid. Ik ben hier gekomen toen ik 17 was. Oké. Oké. Okay. Jij woont hier in Groningen? Of nee, ik woon in Belmen, bro. Ik ben, toen ik 10 jaar was, ging ik hier weg, bro. Ja. Oh, maar jij bent wel hier geboren? Ik ben hier geboren. Ja, maar later, hè, boy. Hey, let op elkaar, hè. Ja, toch. Hey, op één dag, hoeveel gram rook jij? Op één dag. Als ik niks doe, als ik geen theater heb of comedy, kan ik 15 gram roken op een dag, hoor. Maar hoeveel doe je in een jonko dan? In 2 maanden, ja. Oprecht. Ik doe er wel genoeg in een jonko, bro. Ja, jij doet denk ik bijna halen. Ja, man. Ja. Rook je ook tabak of alleen puur? Nee, ik rook ook met een beetje tabak. Ja. Met een beetje tabak, niet te veel. Anders gaat het snel, hè? Ga je naar scoren dan? Ik ben dit jaar afgestudeerd, bro. Ja, afgestudeerd voor wat? International Business. Wat is dat, bro? Internationale handel. Oh, dit is een beetje wat Ridou Antachi doet. Ja, maar dan de legale kant. Oh. Ja. Oh, ja. Maar ja, hey, internationale handel is hetzelfde, bro. Ja, maar gekke shit. Wat te doen? Daar is het afgelopen. Wat is gebeurd, bro? Ik ben te high, bro. Wat is gebeurd? Ik mis gewoon dit. Hé, hey, maar hey, Groningen is wel lid, bro. Hey, Groningen is lid. Groningen is net als al. Ik bel maar, bro. Ik ben zo high in die gesprek. Ik, what the fuck, G? Hé, hey, man, gekke shit. Je weet zelf. Hé, hey, je mag. Hé, hey, ik sta hier, bro. Je mag mij gewoon alles vragen, bro. Alleen geen geld. Ja, toch? Waren we wel van plan? Ja? Nee. Ik heb niet zwaar. Ik heb niet. Ik zoek zelf. Dat zit hier, hè? Ja, maar ik zoek zelf zwaar. Ik zoek geld zwaar. Hey, kijk hier, nee, rook jij die joker? Ik ga even verder. Hey, je weet zelf, boys. Huh? Wie niet meer dan? Ja, ben, ik kom zo. Rook, bro. Rook. Ik ga even naar binnen. Oké, okay, gangsters. Hey, ik heb hier weer een dikke gouden plaat. Groningen, de medley. Wat kan je doen? Maak kans op een Sydney goodie bag. En maak kans om mij te ontmoeten. 2 uurtjes hier. Kom wat roken. Maak kans op een goodie bag. Wat zit erin? Wil je zien? Ja. Nee, je krijgt niet te zien, zwa. Ik zie je gewoon dan. Vergeet niet te reageren. Volg de medley. En hou de socials in de gaten. Ik zie jullie dan. Oké, hey, gangsters. Vandaag ben ik hier. Today I'm gonna overhandig de plaat. Hey, de medley. Congratulations with deze plaat. Hey, also you guys. Yo. Attention. Hey, you have worked hard for deze ding, zwa. So, everybody, enjoy the gold plate. Gefeliciteerd to you guys. You weet zelf. Are you gonna hang it up for me? Yeah, that's sowieso. Yes, they are gonna hang it up for me. No. Yeah. Oh, thank you! Vergeet niet, we hebben een winactie. Maak kans op deze exclusieve Sydney Goodie Bag. Groningen, wat moet je doen? Volg even de stappen die hieronder staan. Volg even Coffeeshop The Medley. En je weet zelf. thanks for today. Thanks that I'm hanging in the shop. Thanks for also the goodies that I smoked. En nu op naar volgend jaar. On to the next year. En volgende keer I'm gonna come hier zo werken. Hey, enjoy it, boys. Je weet zelf. Yes. Oh. Hey, gangsters. Thank you for today. Thank you. Maji. Je weet zelf. Ja toch. En ik zie jullie de volgende keer terug. Het was weer de laatste. Ik zie jullie weer bij de kerstspecials. Jonko Klaus komt terug. En dikke Jonko Donderdag komt pas weer terug in april. Doei.